Kijk, Rien en ik kijken vrij veel televisie. Ja. En dag aan dag uit, hoor. Maar dat doen we vooral omdat je dan de volgende dag op je werk heb je wat om over te praten. Ja, als je werk hebt natuurlijk. Ja, Ria, is het mijn schuld dat ik geen werk heb? Nee, nee toch? Ik heb trouwens niet eens tijd om te werken, want ik ben nu bij nummer 16 ben ik een muurtje aan het metselen. Maar goed, hoe dan ook. Wat er tegenwoordig op die televisie voor programmatuur bezig is, nou, dan zak ik mijn broek uit mijn stoel. Nee, echt. Vanaf. Wat? Dan zak je broek vanaf. Ja? Het is of je valt van je stoel. Ja, een combinatie van beide. Ja. Goed, bijvoorbeeld dat programma Pijpen met Slikken van BNN. Daar zit ik te kijken en denk ik echt wat kraam. Daar zit ik met verbijstering te kijken, mag ik best weten. Verbijstering. Dat wordt eventjes zomaar uit de doeken gewonden hoe het mannelijk lidmaatschap in de mond genomen moet worden. Ja, dat is echt... Waarom met beweging en alles erbij, hè? Meisjes van 16 die van toeten en blazen weten. Nou, dat denk ik echt... Waar moet het heen met de wereld? Wat? Waar moet het heen? Nee. Waarom is dat nooit eerder op televisie geweest? In mijn tijd was dat er niet, hoor. Wij wisten van niks. Ria weet nog steeds van niks. Nou, Nou, kom op, Ria. Hoe jij met mijn geslacht omgaat, lijkt net of je een gootsteen staat te ontstoppen. Fred. Ja, alsof je de prui uit de grond trekt. Nou. Ja, of je mondeling om het te zwijgen. Nou, zeg. Ja, het lijkt toch alsof je op een stuk zoethout zit te knagen. Kom op. Fred. Maakt niet uit, hoe dan ook. We hebben ons vermenigvuldigd. Dat is belangrijk. Er is ook wat voor te zeggen. Maar nu zoek ik mijn bevrediging eigenlijk in andere dingen, zoals duiven. Had ik al verteld dat ik duiven heb? Ik heb duiven. Loop eens even mee. Dat ik even laten zien. Ja, als ik het dan lekker doe, dan wilde je het iedere dag natuurlijk. Rocky, kom eens hier. Rocky, roekoe, roekoe. Roekoe, roekoe. Ja, kom